is hier wel veel drukker dan ik zou gedacht hebben. Wij zijn ondertussen vertrokken naar Plankendaal. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog op ons kanaal. Het is vandaag zondag en 9 uur. Wij hadden een ontbijtje besteld en we hadden gevraagd om dat te laten leveren tussen 9 en 9:30. Maar ze waren hier al om 8:30, dus ik heb chance dat dat klein poppemieke hier om... Wat uur stond hij aan ons bed? Schat? 7:45. 7:45? Ik denk zelfs dat het nog vroeger was, maar allee. Maar wij gaan vandaag een hele leuke dag hebben, hè, schat. Wij gaan naar de dierentuin. Wij gaan vandaag naar Plankendaal, maar ik ga eerst het ontbijtje al eens zetten, want dat zijn ze komen leveren. Dus deze zijn ze zojuist allemaal komen leveren. Ik heb dat even in de gang gezet, omdat dat hier de koudste plek is en we moesten ons nog wat klaarmaken. Plus, Steven is juist uit zijn bed gerold en dan direct eten, dat is, ja, dat is een no-go. Dus ik ga alles op tafel zetten en ik ga dat uitpakken en dan ga ik het jullie laten zien. Het ontbijt is van www.deontbijtmande.be. En ik heb een gewoon ontbijt genomen en dan een kinderontbijt erbij. Amai, dat is echt een hele hoop. Dus wat zit er allemaal in? Een chocoladecake, pannenkoeken, appel, kiwi, banaan, 2 cupcakes... voor ons Catharina van die glow sticks, van die, hoe noemt dat, ik weet, zeevruchtenchocola. Allemaal verschillende yoghurtjes, vers appelsiensap. En dan, wat dat is, ik denk, wat is dat? Prosecco, champagne? Nee, cava. En dan thee, koffie. Hier hebben we boter, confituur, choco, eitjes, lavashkiri, kaas, salami. Hier hebben we hagelslag en denk je dat deze preparé is, kipcurry, vleesla, eiersla of zo vermoed ik. Een chocolade eitje, plopkoekjes, chocopops, een appelsapje. En dan hier koffiekoeken, chocoladekoeken, sandwiches, croissants en pistolets. Dus daar is het gehele ontbijt. Je bent wel nog van alles vergeten. Wat dan? De ticketjes voor andere mensen te horen, want dat krijgen we nooit. Dus ja, dat is ons ontbijtje. Voor een week? Ja. Wij zijn, ik denk, hoe laat is het nu? Ah, 10 uur, dus we zijn een uurtje verder. Het was echt super lekker. We kunnen er echt niks van zeggen, maar veel te veel. Dit is hetgeen wat er nu nog over is. En dan moet je denken dat ik nog 3 sandwiches en een pistolet in die brooddoos, maar daar, in die brooddoos heb gedaan. Zodat we dat zoiets mee naar Plankendaal kunnen nemen. Maar we hebben over, dat is niet normaal. In uw buik is ook veel geraakt, hè, vriend? Ja, en weet voor dit. Er is gewoon bij luchtig gekropen in haar buik. Ik ben aan het denken, daar is zo nog een chocoladecake. Ik denk dat ik daar nog 3 stukjes ga afsnijden. En dat we dat ook nog mee gaan nemen naar Plankendaal. Maar we hebben al wat berichtjes aangekregen op Instagram. Dat we ons wel lekker warm moeten aankleden. En een beetje moeten voorzien op modder en ja, waterplassen of zoiets. Oké. Okay. Dit is mijn land het lachen. Dus waterplassen. Jongen. Dus ja, dat gaan we nu doen. Maar aangezien het nog maar 10 uur is en je moet nu reserveren bij Plankendaal, maar je moet zo uren reserveren dat je zou aankomen. En wij hebben aangeduid dat we tussen 12 en 2 er gaan zijn. Ja. Dus ja, het is nog 2 uurtjes wachten. Maar bon, het is misschien wel goed, dan kan het eten wat zakken. Wij zijn ondertussen vertrokken naar Plankendaal. Het is 11:55, dus we zijn iets later vertrokken dan gepland. Maar dat is niet erg, je mag er toch tot sluitingstijd zijn. Dus we hebben tijd genoeg. We hebben heel wat van ontbijt nog meegenomen voor kinderen op te eten. Ik heb wel gehoord dat blijkbaar de restaurantjes daar ook nog takeaway doen. Maar als we er zoveel over hebben van dat ontbijt, is dat heel belachelijk.
van dat dan thuis slecht te laten worden. Ze hebben we allemaal mee. En we zijn aangekleed gelijk als Eskimo's. Want er hadden een paar mensen ons gestuurd dat ze daar waren geweest. En dat wel redelijk fris is. Dus ik en Catharina willen hebben een thermische t-shirt onderaan. Ik denk dat Steven een thermische broek onderaan heeft. En ja, allemaal goed ingeduffeld, hè. Dus het is te hopen dat er wat meevalt. Maar we hebben toch gehoord dat er echt nog wel de moeite is. En we zouden er zijn binnen 40 minuten ongeveer. Dus dan zit je aan ons daar, Piet. Tot Piet. Ondertussen zijn we aangekomen in Blankendaal en pakken wij een kleine pauze. Dus wij zijn momenteel onze boterhammetjes aan het opeten. Je moet wel overal je mondmasker opzetten. Dus je mag alleen maar afzetten als je je bokjes aan het eten bent. Maar... Het is hier wel veel drukker dan ik zou gedacht hebben. Ja? Precies, de zondagse met. Echt super druk. Maar ja, oké. Okay. We gaan zien hoe dat verder gaat verlopen. Thank you. Wat zie je hier allemaal, vriendje? Dit is precies een lepel of zo'n snavel. Maar kijken. Inzoomen. Ja, we zijn er. Dat is leuk, hè, schat? Ja. Welke diertjes hebben we juist gezien? King Julian. King Julian, hè? Maar hier zijn precies alleen maar vogeltjes. Ah ja, dat is ook King Julian. King Julian is ook een... ringstaartmaakje. Yeah. Ja. En die zijn altijd schiet met die kontjes. There is nothing like feeling young and free. Tijd voor chocopauze en ijsjespauze. Ja. Lekker, hè? Ja. En het weer valt echt wel goed mee. En, ja, ja, ja. Ja? We hebben al heel veel gezien. We moeten nog twee continenten doen, denk ik, hè? Ja. Maar een warme choco is wel welkom. Kom. Zijn we verder? Let's go! Maar nee, ik snap het niet! Moet je warme chocolade hebben? Was het ijsje te koud? Was het naar uw brein gegaan? Hoe noemen ze dat nou weer? Brain freeze? Ja. Geniet er maar van, schat. En we komen dan juist van Afrika. En nu gaan we naar Amerika. Alleen de Himalaya tot in de woestijn. Van Afrika tot in Amerika, want wij zijn zoveel mooier als we samen zijn. Hand in hand, oog in oog, alle kleuren van uw ijsjes, regenboog. The making of Instagram famous. Ja, yeah, tref er maar eens over. Voorzichtig, hè? Papa, ga je daar aan die boom? Zal ik het doen? Met die beren vraagt ze dat wel in haar van habitat. Brult is? Wat denk je? Nee, de mama moet dat doen met haar jas. Ik heb berenjas aan. Dat was geen een gruwel. Dat was geen een brul gelijk als het een beer zijn. Voilà, dat was een berenbrul. Het is wel lekker warm.
Ja? Ja. Oh. En je hebt toch liever dat ik het warm heb dan dat ik het koud heb. Want als ik het koud heb, dan zaag ik. Oké. Ze is nu ook al bezig. Dat is niet waar. Schaat! Schaat! There is nothing like feeling young and free. Gonna leave it all behind, all behind. Time goes by. Hey vriend! Vriend! Katharina! Wat heb je gekozen? Een flamingo. Oh my! En zo'n grote neef heeft een babytje. Oeh! Ik ben een naki, een maki. Een Rikstein-maki! Ja! Wij zitten ondertussen terug in een auto. Het was ineens veel later dan we dachten. Ik dacht dat Plankendaal veel later op was, maar blijkbaar sluit aan 5:30. En ja, om 4:50 zijn ze beginnen afroepen, zeker. Stel ik eens aan de uitgang te begeven, maar ik had dan als Katharina beloofd, als ze flink wandelde, heel de dag, dat ze dan op het einde in de winkel iets mocht kiezen. Dat is heel flink geweest, want ze heeft er twee mogen kiezen. Ja, ze was nog eigenlijk redelijk lang aanschaven in de winkel. Ik verschoot ervan. Allee, aan de winkel. Maar in de winkel vroeg ze dat mag ik er twee kiezen. En ik zeg nee, want ja, die prijzen in die winkel, dat is niet direct zo goedkoop. En komt ze, mag ik je flamingootje laten zien? Komt ze met zo'n mini flamingootje af. Ik zeg ja, allee, zie dan moet er twee kiezen. En dan heeft ze een mini ringstaartmakietje, want de grote had je al. En dan heeft ze een babytje. Ja. Maar het was in ieder geval, het was echt heel, heel, heel plezant. Het is echt wel de moeite. Nu, ik wou nog graag een abonnement afsluiten. En blijkbaar, als je dagkaarten koopt of zoiets en je laat dat veranderen in abonnementen, krijg je de prijs van je dagkaart of dagticket terug als je dat binnen de 5 dagen doet. Maar die rij die was al afgesloten, dus we konden daar niet meer aanschuiven. Dus ik moet ze bij thuis op de computer eens zien hoe ik dat opgelost ga krijgen. Maar je kunt dat via de computer. Ik ben daar gewoon niet zo goed in. Het was in ieder geval, het was plezant. Maar nu richting huis. Ondertussen zijn wij terug thuis. We zijn wel later thuis gekomen dan verwacht. Het was 6:15 of zoiets als we thuis waren. En we moeten nog eten. Plus Katharina moet om 8:00 in haar bed, want morgen is ze terug school. Maar het was echt, het was leuk. Als we thuis kwamen, was Katharina aan het wenen nog germen dat we terug thuis waren. Ze wou in Plankendaal blijven. We gaan vandaag trouwens terug onze spaghetti nemen. Yes! Maar ik heb mij met ons Katharina voor de computer gezet en we hebben ons dagtickets kunnen omzetten in abonnementen. Dat we toch wat meer naar Plankendaal kunnen gaan. En ik heb juist gezien, want dan waren we bezig over pandaberen. En die hebben blijkbaar niet in Plankendaal, of die hebben wij toch niet gevonden. Maar die hebben dan weer wel in Pairitaiza. Pairida, ja. Is dat zo? Pairitaiza. En dan zag ik dat je daar kon verblijven. Ik triggers mee, hè. Dat vind ik weer heel interessant dat je daar... Ik hang eraan. Ik vind dat weer heel interessant dat je daar kunt overnachten. Dus daar gaan we ook eens over nadenken of we dat misschien eens kunnen doen. Met een tentje op de parking? Nee, maar je kunt daar blijkbaar echt zo bij de wolven en wat was het? De tijgers, de in de tent slaapt er even een beer. Maar je kunt... Jongen! Maar je kunt blijkbaar dus overnachten in het midden van ja, die reservaten of zoiets. Dus ik vind dat wel, ja, dat moet je toch eens gedaan hebben. En als Katharina wil ook eens graag pandaberen zien. Dus ik weet niet of dat we eens naar een dag gaan of dat we eens gaan proberen voor de, ja, een overnachting te gaan doen. In ieder geval, wij gaan onze spaghetti eten en ja, nog een beetje genieten. Kom eens hier, vriendje. Ik zat er eens op mijn schoot. En vertel het eens. Ik heb het echt superleuk in Plankendaal gevonden. En wat hebben we er juist gedaan?
Wat hebben we gekocht? Abonnementjes. Abonnementjes, want ik wil hier nog een keer naar Plankendaal gaan. En ik heb knuffeltjes aan Plankendaal. Het eten is klaar. Onze lekkere spaghetti. Ik heb dat in een van de vorige vlogs laten zien hoe je die moet maken. Maar die is yummy. En ons Katharina heel garme vuurrooie kaakjes. Ja. Vriend. We gaan lekker eten, hè. Smakelijk. Smakelijk. Ze hebben beslist van een neonparty te houden. Klein patheken. Voor mijn leven zit jij terug. Amai. Ik haat je spaghetti. Het is tijd om te slapen. Er zit eten in. Dat is terug levend. Hé, vriend? We zijn ondertussen al een heel stuk later. De spaghetti heeft gesmaakt. Ons Katharina ligt van 8:30 in haar bedje, denk ik. En die is nu nog aan het roepen vanuit haar slaapkamer over alle dieren die dat ze gezien heeft en welke dat haar lievelingsdieren zijn. En volgende week gaan we terug. Oh, garm, ze vond het zo leuk. Ze was er juist aan het zeggen als ik in de badkamer was dat ze wou dat deze dag nooit niet voorbij ging. Ja. En dat een allerbeste dag uit haar leven. Wat dat toch doet eigenlijk, als je zo eens terug een beetje normale dingen gaat doen, hè. Dat wel. Je moet ook denken dat je al een jaar binnen zit. Wij zijn amper iets gaan doen. Deze is denk ik de eerste keer echt, in hele lange tijd. Dat we echt nog iets konden gaan doen eigenlijk, of gingen doen. Ja. Dus het is niet moeilijk dat die klein nu zo overexcited is. Ik verwacht... En voor u! Ik verwacht die hier zelfs binnen 5 minuten nog. Die is nog zo wakker. Maar ja, goed. We zitten in de zetel. We gaan hoogstwaarschijnlijk nog een Viking zien. En onze kleine vriend ligt hier ook al tussen ons. Maar wij gaan nog een Viking zien. En ja, dan gaan wij ook slapen. We zullen een hele dag wandelen. En er was toch wel wat wind. Ik vind dat je dat toch ook wel voelt. Hè? Jij bent het ook al aan het geven, hè? Jij wordt aan het geven. Ja. Hij was aan het geven. Maar ik hoop dat je het een hele leuke vlog vond. Doe thumbs up. Laat een comment achter. Dat vind ik het plezantste van allemaal. Om te lezen wat je ervan vond. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even nu. Want dat is volledig gratis. En dan zien wij je overmorgen terug. Tot morgen. En mij krijg je er ook gratis bij.